Een bijzondere sportles vanochtend voor leerlingen van de Hans Petrischool. Echte honkballers van de Dordtse Mampij de Hawks geven een clinic. We zijn nu gepromoveerd naar de hoofdklasse. Kampioen geworden vorig jaar van de overgangsklasse. Dus ja, bij de beste 8 teams. De fijne kneepjes van de sport worden onder meer bijgebracht door deze man. Hij deed namens Nederland 3 keer mee aan de Olympische Spelen en heeft een koninklijke onderscheiding voor zijn prestaties. Ik heb gewoon heel veel ervaring. Omdat ik heb voor Nederland zien gespeeld en ik speel nog steeds bij Neptunus in Rotterdam. En ja, ik heb gewoon veel ervaring en ik heb veel met jongeren gewerkt. Hij is een rolmodel, want dit is meer dan honkbal. Net als in Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam wordt met een nieuwe campagne geprobeerd jongeren met sport op het rechte pad te houden. De bedoeling is dat wij hier het goede gedrag gaan belonen en dat ze op die manier dus gecoacht worden in datgene wat wij van ze verwachten. Dat gebeurt niet toevallig op de Hans Petrischool. Hier zitten leerlingen die na de basisschool een te grote achterstand hebben om door te stromen naar het reguliere vervolgonderwijs. Zij komen relatief vaak terecht in een crimineel milieu, meent het ministerie van Veiligheid en Justitie dat het aantal overvallen door jongeren terug wil dringen. Aansprekende, succesvolle sporters moeten de jongeren motiveren een juiste keuze te maken in het leven. Het slechte gedrag wordt ook behandeld en besproken met ouders en met school. En, zo proberen we dat aan te gaan pakken. Mocht dat heel erg uit de hand lopen, dan is het zelfs de kans dat we daar in de wijkagent moeten aanspreken op het gedrag van wat er eigenlijk allemaal gebeurt hier. Jongeren die zich goed gedragen mogen een jaar gratis lid worden van de Hawks en echte honkballers worden. Het ministerie betaalt de kosten. Wij missen toch nog een aantal nieuwe aanwas en doorgroei voor de volgende teams. We hebben nu wel een aantal teams die al in de competitie zitten. We hebben zelfs een aantal teams die daar nog bij komen. Maar dat blijft toch nog bij 2 tot 3 teams per leeftijdscategorie. En wij zitten nu met een juniorenteam, volgens mij zijn dat er maar 2. En ja, daar hebben we dus altijd nog ruimte voor meer. De komende 2 weken krijgen alle leerlingen 2 keer een clinic en gaan op bezoek bij de Hawks. In mei wordt de campagne Sport en Toekomst afgesloten met een groot eindtoernooi.